Manier. Als je nu achter je computer zit of achter je telefoon staat, probeer het maar eens. Handen over Hans en nu in je borst knijpen of handen onder Hans en in je borst knijpen. Raymond Schultz, totalstrength.nl en welkom bij weer een nieuwe video. Vandaag gaan we het hebben over de dumbbell fly, oftewel de dumbbell chest fly. Ik ga een lichte variant laten zien. Ik ga een zwaardere variant laten zien. Dus zelfs als je borstspier helemaal leeg is, als die helemaal op is, willen we nog even die extra prikkel kunnen geven, waardoor je hem echt helemaal leeg kan maken en waardoor die borstspier lekker kan gaan groeien en zijn werk kan gaan doen. En als laatste wil ik één dingetje laten zien wat heel vaak fout gaat bij veel mensen. En 9 van de 10 mensen hebben dit niet door. Bij de dumbbell fly zijn een aantal punten belangrijk, een aantal aandachtspunten. Voor de mensen die de oefening nog nooit hebben gedaan, of voor de mensen die al lange sporten, maar even een checklist willen hebben. Ik voer deze oefening altijd op de volgende manier uit. Ik maak mijn borst groot. Ik zorg dat mijn handen een klein beetje, even kijken of jullie dat kunnen zien, een klein beetje naar binnen zijn gedraaid. Dit doe ik om de reden als ik mijn handen naar buiten draai, er een onnodige druk op mijn schouderkop kan komen. En dit voorkom ik door ze lichtjes naar binnen te draaien. Komt er meer spanning op mijn borst. Kan ik straks ook bij de verdere instructie, kan ik ook harder in mijn borst knijpen. Dus borst groot, handen recht omhoog, licht naar binnen gedraaid. En het moment dat ik mijn armen naar beneden breng, is eigenlijk een tweede fout die ik vaak zie, is dat mensen er een soort van chest press van maken. En de oefening op deze manier eigenlijk uitvoeren. Dus laat je handen naar beneden komen, hou je arm, buig die niet extreem veel, maak er een graad of 10 tot 30 van, zeker geen 45 graden. Dit slaat helemaal nergens op. Je wilt juist lekker met een relatief licht gewicht, omdat het toch eigenlijk een isolatieoefening is. We hebben een relatief licht gewicht, lekker ver naar buiten komen, lekker ver. Armen licht buigen, borst helemaal groot, zo diep als dat je zelf kan. Omhoog komen en knijpen in die borst. De reden dat ik mijn handen, eigenlijk de dumbbell op het moment dat ik recht ben, een klein beetje naar binnen buig, is nummer 1, als ik naar buiten draai, krijg ik zoals ik net zei een onnodige druk op mijn schouderkop. En nummer 2, op het moment dat ik boven kom en ik zeg knijp in die borst, je kan makkelijker je borst samenspannen als je op deze manier je handen aanspant dan op deze manier. Als je nu achter je computer zit of achter je telefoon staat, probeer het maar eens. Handen over Hans en nu in je borst knijpen of handen onder Hans en in je borst knijpen. Je zal zien dat het op de onderhandse manier een stuk makkelijker gaat. En daar gaat het meestal bij de meeste personen ook fout. Moment dat het gedeelte met de borst groot maken, dat snappen de meeste mensen. Dat doen heel veel mensen. Die maken die borst groot. De reden dat die groot is, is dat ik beneden de borstspier verder uit kan rekken als dat die helemaal niet groot is gemaakt. Als ik mijn schouderbladen vlak op het bankje leg, dan kan ik vele malen minder activatie uit de borstspier halen. Dus ik hou die zo groot mogelijk. En dan kom ik naar beneden. En op het moment dat ik weer boven kom en knijp in die borst, wat veel mensen doen, die knijpen in die borst en die halen die spannen eigenlijk de borst te hard aan of verkeerd, laten we het zo zeggen. En die trekken hun schouderbladen dus weer uit elkaar. Dan de volgende herhaling die ze gaan doen, is de borst niet meer groot. Hebben we beneden geen volledige range of motion, hebben we niet die volledige stretch. Komt er een onnodige druk op mijn nek, op mijn schouders. En vervolgens knijpen ze weer boven hard in die borst. Ik wil die borst groot zien, beneden komen. En op het moment dat je boven komt, knijp je hard in die borst zonder je schouderbladen te verplaatsen. Je schouderbladen blijven ten alle tijde naar elkaar toegetrokken. Dat is één voorkomende fout. Nou wil ik een manier laten zien waardoor je eigenlijk iets meer uit deze oefening kan halen. Voor de mensen die weten hoe ze deze oefening moeten uitvoeren. Mensen die hier al wat gevorderd mee zijn. Die zoeken 9 van de 10 keer een zwaardere variant. Die ga ik laten zien wat tevens ook gelijk de lichtere variant is. Op het moment dat wij omhoog deze dumbbell fly uitvoeren. En op het moment dat ik met mijn handen boven mij ben. Kan ik naar beneden komen. En maak ik zo mijn reps af, mijn herhalingen maak ik. En op het moment dat ik bij, stel je voor, herhaling 10 ben. En ik ben beneden en mijn borst is helemaal leeg. En die wil op een gegeven moment niet meer omhoog. Het risicovolle is dat
ik nu de dumbbells niet kan houden en dat ik eigenlijk mijn schouders op deze manier nog steeds aan het verkloten ben, doordat ik de dumbbells neer moet gooien. Ik kan iets meer uit deze oefening halen. Als wij de concentrische fase niet meer kunnen gebruiken, dus wij kunnen niet meer omhoog, kunnen we nog wel de excentrische fase gebruiken. Je ziet het mij net al doen. Ik kan altijd nog wel kracht afremmen, maar ik kan geen kracht meer leveren. Dus ik doe mijn herhaling 10 en op dit moment denk ik, shit, ik kan niet meer omhoog, ik ben helemaal leeg. Ik trek de dumbbells naar me toe, ik maak dus mijn hefboom kleiner, pres uit en ik ga wel langzaam naar beneden. Kom in en kom uit. Dit is zeker niet iets voor beginners. Dit kan zeer belastend zijn voor de spieren, vooral voor voornamelijk de borst uiteraard. Maar het is wel een handig trucje. Het nadeel wat ik net eigenlijk al aankaart. Je bent op het moment dat je hier bent zeer kwetsbaar, in een zeer kwetsbare positie voor je schouders. En dan zal ik even het bankje op moeten tillen. Ik kan deze techniek nogmaals toepassen, nogmaals iets beter toepassen. Door simpelweg op de grond te gaan liggen en op het moment dat ik het nu niet meer hou, hop, kan ik mijn armen neerzetten. Mijn schouders zijn op deze manier hartstikke veilig. Eén nadeel is natuurlijk dat je geen volledige range of motion meer hebt. Je zou de borstspier verder uit kunnen rekken. Maar goed, als je een aantal herhalingen doet op het bankje, die laatste 2, 3, 4 of het laatste setje gaat toch geen verschil meer maken. De borstspier is al helemaal leeg. Het kleine stukje range of motion wat je mist, ja, dat is eigenlijk een beetje om het even. Dat maakt niet zo gek veel uit. En dit is tevens natuurlijk tegelijkertijd de lichtere variant. Heb je deze oefening nog nooit gedaan, kan je makkelijk je armen neerzetten en weer omhoog komen. Wil je nou nog meer van zulke soort tips? Abonneer dan op dit kanaal. Raymond Schultz, Total Strength, Ignite Your Fire and Grow Stronger.